Deze film gaat over het vinden van werk en het aanvragen van bijstandsuitkering. Hiervoor kunt u terecht op het werkplein krommerijn Heuvelrug in Zeist. Op het werkplein werkt de regionale sociale dienst krommerijn Heuvelrug, afgekort RSD, samen met andere organisaties. De RSD voert de Wet Werk en Bijstand uit voor de gemeenten De Beeld, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duursteden en Zeist. Het belangrijkste doel daarvan is dat mensen die een bijstandsuitkering hebben zo snel mogelijk aan het werk komen. Als u een beroep op ons doet, heeft u in principe met twee medewerkers van de RSD een gesprek. Een consulent werk en een consulent inkomen. De consulent werk onderzoekt hoe u zo snel mogelijk aan werk kunt komen. De consulent inkomen onderzoekt of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Deze consulent blijft uw contactpersoon zolang u bij ons een uitkering heeft. Wij vinden het belangrijk om als RSD onze afspraken met u na te komen. Wij behandelen u met respect en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U kunt ons altijd op deze afspraken aanspreken. Wij verwachten van u ook dat u ons met respect behandelt en uw afspraken nakomt. Aan het werk gaan is het belangrijkst. Dat vinden wij niet alleen, maar dat staat ook in de wet Werk en Bijstand. Tijdens het eerste gesprek op het werkplein wordt vastgesteld of u snel aan betaald werk kunt komen. Als dat zo is, begeleiden wij u direct intensief om werk te krijgen. Sommige mensen kunnen niet direct met betaald werk beginnen, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen of privéomstandigheden. Dan bekijken wij samen wat er moet gebeuren om wel betaald te kunnen werken. Bent u jonger dan 27 jaar, dan bent u verplicht om zelf eerst vier weken actief naar werk of scholing te zoeken. Totdat u 65 jaar bent, bent u verplicht om actief naar werk te zoeken. In de wet werk en bijstand staat dat u al het werk moet aannemen dat u vindt of dat u wordt aangeboden. Het kan zijn dat de RSD u officieel vrijstelt van de verplichting om te werken. Bijvoorbeeld als uw lichamelijke of psychische beperkingen te groot zijn. U hoeft dan even niet actief naar werk te zoeken. Dit wordt dan altijd met een officiële brief, een beschikking, aan u gemeld. Als u onvoldoende meewerkt aan uw terugkeer naar werk, kunnen wij u een maatregel opleggen. Wij verlagen dan tijdelijk uw uitkering. Wat kunt u alvast zelf doen? U kunt alvast een curriculum vitae maken. Dit noemen we ook wel een CV. Dit is een overzicht waarin staat wie u bent, wat uw werkervaring is en welke opleiding u heeft gedaan en of u vrijwilligerswerk doet of stage loopt. Om werk te vinden kunt u zichzelf alvast afvragen waar u goed in bent en wat voor werk u zou willen doen. Zo komt u goed voorbereid op het gesprek met de consulent werk. U kunt ook al vacatures verzamelen. Weet u bedrijven waar u zou willen werken of waar medewerkers worden gezocht? Verzamel informatie en bespreek het met uw consulent. Lukt het u niet om betaald werk te vinden, dan kan de RSD u mogelijk een bijstandsuitkering verstrekken. Een bijstandsuitkering heeft een vaste hoogte die is afgestemd op uw woon- en leefsituatie. Sommige vormen van eigen inkomen worden afgetrokken van uw bijstandsuitkering. Dit zijn bijvoorbeeld: inkomen uit werk, alleenstaande ouderkorting van de Belastingdienst, inkomen uit andere uitkeringen, alimentatie. Ook mag u een maximumbedrag aan vermogen bezitten. Heeft u meer vermogen dan dit bedrag, dan krijgt u geen bijstandsuitkering. De RSD is wettelijk verplicht om binnen acht weken over uw aanvraag te beslissen. Onze beslissing kan langer duren als u tijdens de aanvraag nog gegevens of bewijsstukken moet inleveren. Levert u daarom uw bewijsstukken zo snel mogelijk in. Is er na vier weken nog geen besluit genomen, dan kunt u misschien een voorschot krijgen. Daarvoor moeten we wel redelijk zeker weten dat u recht heeft op een uitkering. We sturen u een beschikking waarin staat of u recht heeft op een bijstandsuitkering en om welk bedrag het gaat. In deze beschikking vindt u ook uw arbeidsverplichtingen. Komt u uw verplichtingen niet na of geeft u ons onjuiste informatie, dan kunnen wij u een maatregel opleggen. Dit betekent dat uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd. Het bedrag is afhankelijk van de situatie en uw gedrag. Als er iets verandert in uw situatie, dan is het belangrijk dat u de wijzigingen direct aan ons doorgeeft en bewijsstukken meestuurt als dat mogelijk is. Een wijziging doorgeven is bijvoorbeeld nodig als er iemand bij u komt wonen of vertrekt, u een nieuw bankrekeningnummer of telefoonnummer heeft of als u gaat verhuizen. Wij willen ook weten wanneer u geld van anderen ontvangt. Bijvoorbeeld een erfenis of schenking. Al dat soort gebeurtenissen kunnen invloed hebben op uw uitkering. Hou zelf in de gaten of de wijzigingen ook goed zijn doorgevoerd. Let goed op of u de juiste uitkering krijgt. Dit controleert u op uw uitkeringsspecificatie. U ontvangt uw uitkeringsspecificatie als u voor het eerst een betaling krijgt en wanneer er iets wijzigt in uw uitkering. Eens per half jaar ontvangt u van ons een blauw formulier. Dit noemen wij het statusformulier. Wij vragen u om deze gegevens te controleren en het statusformulier terug te sturen. Vergeet niet om uw handtekening op het formulier te zetten. Als u tussentijds zelf een wijziging over uw situatie wilt doorgeven, dan doet u dat op een wit wijzigingsformulier. Zo voorkomt u dat u mogelijk geld aan de RSD moet terugbetalen. Misschien heeft u of een gezinslid inkomsten door parttime werk of een ander soort uitkering. Dan vult u deze inkomsten elke maand op een groen inkomstenformulier in en stuurt u dit terug. Vergeet niet de loonstrook of uitkeringsspecificatie erbij te doen. Als wij het groene inkomstenformulier op tijd ontvangen, berekenen we uw bijstandsuitkering en betalen die aan u. Als u het blauwe statusformulier of het groene inkomstenformulier niet op tijd terugstuurt, betalen wij uw uitkering niet uit. Pas na ontvangst van het formulier betalen wij uw uitkering weer uit. Heeft u geen formulier meer, belt u dan de telefonisch spreekuur. Wij sturen u dan een nieuw formulier toe. Als u op vakantie gaat, bent u verplicht dat altijd vier weken voor vertrek te melden. U mag per jaar 28 dagen in het buitenland zijn. Blijft u langer weg dan is toegestaan, dan krijgt u geen uitkering over de dagen die u te lang wegblijft. Te lang wegblijven kan zelfs leiden tot beëindiging van de uitkering. Ook kunnen wij u een maatregel opleggen als u ons niet of niet goed inlicht over uw verblijf in het buitenland. Bent u van plan om op vakantie te gaan of om een andere reden in het buitenland te zijn, bespreek dit dan altijd met uw consulent werk. Als u weg bent kunt u namelijk niet naar werk zoeken of deelnemen aan een traject om werk te vinden. Wij vinden het belangrijk dat u de uitkering ontvangt waar u recht op heeft. Niet meer en niet minder. Daarom is het belangrijk dat u ons de juiste informatie verstrekt. Bijvoorbeeld over het adres waar u woont, de samenstelling van uw gezin en uw inkomen. Doet u dit niet, dan kan er een onderzoek naar uw situatie plaatsvinden. Wij nodigen u dan bij de RSD uit voor een gesprek of bezoeken u thuis. Als het vermoedelijke fraudebedrag groter is dan 10.000 euro, voert de sociale recherche van de RSD het onderzoek uit. Als u bijstand heeft ontvangen waar u achteraf geen recht op had, dan gaan wij dit bedrag terugvorderen. Dit betekent dat u het bedrag moet terugbetalen. Dit is ook het geval als de fout bij de RSD ligt. Controleer daarom zelf ook of uw uitkering klopt. Verhaal van bijstand houdt in dat wij nagaan of er iemand anders verantwoordelijk is voor de kosten van uw levensonderhoud. Bijvoorbeeld een ex-partner. Die persoon moet misschien meebetalen aan uw uitkering voor levensonderhoud. Verhaal van bijstand komt voornamelijk voor bij echtscheiding. Als de RSD een officieel besluit afgeeft met een beschikking, kan het zijn dat u het daar niet mee eens bent. U kunt dan binnen zes weken in bezwaar gaan. U schrijft dan een brief aan de RSD waarin u vertelt waar tegen u bezwaar maakt en waarom u het niet eens met het besluit bent. Hierop ontvangt u dan een nieuwe reactie. Vindt u dat u niet goed bent behandeld door een medewerker van de RSD, bespreek dit dan eerst met deze medewerker zelf. Bent u dan niet tevreden met de oplossing? U kunt dan schriftelijk of mondeling een klacht indienen. Als u uw klacht mondeling wilt indienen, krijgt u een gesprek met de klachtencoördinator. Als u liever een brief stuurt, legt u daarin uit waarom u vindt dat de RSD u niet goed behandelt. Wij reageren binnen zes weken op een klacht. U kunt op het werkplein gratis uw bewijsstukken kopiëren of een computer gebruiken. Verder kunt u hier altijd de vacatures bekijken. Heeft u bijzondere en noodzakelijke kosten die u of uw gezin niet uit een bijstandsuitkering kan betalen? Mogelijk komt u een aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van deze kosten. Dit kan bijvoorbeeld bij de aanschaf van een bril, tandartskosten of bewindvoeringskosten. Informeer naar de mogelijkheden voor bijzondere bijstand. Doe dit wel voordat u de kosten maakt. Leven u en uw gezinsleden al drie jaar of langer van een inkomen op bijstandsniveau? Misschien komt u dan in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Dit is een jaarlijkse uitkering bovenop uw inkomen om bijvoorbeeld apparatuur of meubels te kunnen vervangen. Denkt u voor een langdurigheidstoeslag in aanmerking te komen? Bespreek dit dan met uw consulent inkomen. Soms doet uw gemeente iets extra's om mensen met een minimuminkomen een financieel steuntje in de rug te geven. Dit verschilt per gemeente. De gemeente Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duursteden laten de uitvoering van het Minima-beleid aan ons over. De gemeente Zijst, De Beeld en Bunnik voeren zelf de Minima-regelingen uit. Onder bepaalde voorwaarden kunt u gebruik maken van een voordelige collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Tijdens het eerste gesprek bespreken we dit met u. Op het werkplein is dagelijkse hulp aanwezig voor het invullen van formulieren. Dit team heet de Formulierenbrigade. Ook op andere plaatsen staan de mensen van de Formulierenbrigade klaar om u te helpen. Kijk op de website waar en wanneer dat is. Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? U kunt mogelijk hulp krijgen van het bureau schuldregeling van de RSD. U kunt ons elke dag bellen tussen 9 en 11 uur. Kan de medewerker uw vraag niet direct beantwoorden, dan zorgen wij dat u binnen 24 uur wordt teruggebeld.